Hey, hallo. Leuk dat je er bent. Welkom. Ik ben die gozer met die pet. En vandaag gaan we een mooi schilderijtje maken, weer met hele simpele technieken. Ik zal het je even laten zien. Ik pak de grote kwast en die doe ik in de wit. Aan beide kanten. Zo. Verdeel de verf goed. Door de kwast. Zo. Een mooie gloed. Nog een beetje wit. Als je goed kijkt, hè, dan zie je hier zo, zie je schilderstape. Hieronder heb ik met potlood en een liniaal heb ik een huisje heb ik gemaakt. En dat huisje heb ik ingekleurd en die ramen van dat huisje heb ik eerst met oranje gedaan. Met acrylverf heb ik dit huisje gedaan. We schilderen met olieverf, maar dit heb ik wel met acryl gedaan, wat hieronder zit. Dat raampje, dat heb ik eerst oranje gemaakt, heb ik laten drogen. Daarna oranje met geel heb ik van boven dat raampje tot de helft van dat raampje heb ik naar beneden getrokken. En toen dat droog was, heb ik met wit een beetje gedaan. En dat wekt een beetje de illusie op dat het licht brandt binnen. En dat zal ik je zo laten zien. Ga ik eerst met de hemel beginnen. Ik wil een mooie gloed in die hemel hebben. En dan gaan we daar ook allemaal wat boompjes en zo voor zetten. En dit zou wel eens een romantisch schilderij kunnen worden. Zo. Zo. Stop. Gewoon een oude kwast. En die doe ik met Van Dijk bruin en een beetje zwart. Wat ik nog niet heb verteld, mijn excuses daarvoor. Die canvas, die heb ik met acrylverf zwart gemaakt. En na een kwartier, 20 minuten, toen die droog was, heb ik lijnzaadolie heel dun erop gedaan. Ik heb met de kwast heb ik het erop gedaan. En met een keukenpapiertje heb ik het overtollige eraf gehaald. En na die lijnzaadolie heb ik meteen een blauwe kleur heb ik erop gesmeerd. En doordat ik net met die witte kleur erop kwam, komt die blauw omhoog. En dat is wat je nu ziet. En nu ga ik een boom proberen te maken. Zo. Nog wat kleur erop. Andere kant ook. Zo. Dan wil ik aan de andere kant ook een boom hier. Goed met donkere kleuren. En dan wil ik er hier ook eentje hebben. Nou, die mag wel iets hoger. Zie je, het is alleen maar de silhouet van de boom. Zo. En dan wil ik hier. Kijk. Niet te veel verf. En dan is het net alsof die boom in de verte is. Zo, hier ook. Die kant. In de verf erop, hè. Zie je, dat gebeurt in de verte ook.
gehad. En dan komen daar toch allemaal bomen voor. Maar het is wel mooi als je dit erin ziet. Zo dan. Nou, pak ik de sleperskwast. En die doe ik in de wit met een beetje bruin. Pak een beetje bruin en een beetje wit. En ik hier een boomstam. Hier nog eentje. Pak nog wat tinner. Hier ook, zie je dat? In het begin druk je zachtjes en als je naar beneden gaat, zo, deze boom ook niet vergeten, zo, die loopt van de canvas af. Zoiets. Zoiets. En dan gaan we nog een paar takjes hier. Een paar takjes. Zo. En dan hier heel dun. Zo. Die is te ver om wat te zien. Deze ook. Zo. Nu gaan we de bomen wat kleurtjes geven. En dat doen we met rood en geel. Een beetje groen. Of weet je wat ik ga doen? Nee, ik ga wat anders doen. Ik ga eens wat anders doen. Ik pak wit. En een beetje blauw. Zo. Ik pak een klein beetje van die witte medium om het wat dunner te maken. Want dunne verf blijft zitten en is zichtbaar op dikke verf. Dat moeten we niet vergeten. Nou ja, komt ie. Zo. Zie je? Een beetje deppen. Zoiets. Oh. Prachtig. Andere kant van de boom. Het zijn er twee, hè, trouwens. Het zijn er twee. En de hoek, hè, de hoek. De hoek. Zo. Deze nog. Prachtig. Zo. En die nog. Zoiets. Kijk eens. En alleen die hoek, hè. Zo. Zo dan. Deze. Details te zien. Je ziet wel iets. Die mag ietsje. Zo dan. Pak ik de halfronde kwast. In de donkere kleur. En ik wil ook een paar bosjes hebben hier.
een bosje. En ik pak diezelfde kleur met dat zwart erop daarnet. Doen we gewoon in de geel. Zwart met geel. Wordt groen. Zie je dat? Beetje rood erbij. Ook weer veel meer rood. En de voorkant van die kwast. De voorkant. Zo. Ook weer geel. Zoiets. Ja, dat is mooi. Dat is mooi. Even in de zwart. Zie je dat? Als je hem te veel vindt, doe je gewoon een beetje zwart erbij. Of je schraapt het eraf, je doet het zwart weer erop. Jong. Zo. En die bosjes achter het huisje ook. En nu gaan we gras gaan we maken. En dan pak ik de blauw. Die blauw doe ik gewoon daarin. En gewoon. In de geel, in de groen, in de rood. En rood, die maakt net wat doffer, hè. Als je rood in je groen en geel doet, dan zal je zien dat die iets doffer is. En dan gaan we gras maken. Heel makkelijk, hè? Zo makkelijk, joh. Zo, pak ik mijn scherm. En dan. Als je blijft deppen, dan wordt hij vanzelf doffer. Want er zit een kleur onder. Hier een beetje meer nog. Wat je ook kunt doen, is je gaat een beetje in je wit. Zo, deppen. Een beetje in de wit. En dan. Zie je dat? Dan lijkt het net. Of het licht. Weer kaas. Niet te veel. Niet te veel. Zo, hier nog eentje. En dan gaan we weer verder.
Zo. Ja, prachtig. Zo. De waaikwast. We gaan in de zwart en in de bruin. En we laden die kwast. Doe maar lekker veel verf erin. En dan zeggen we, ik wil hier, wil ik een dennenboom. Dan pak ik de punt en die druk ik gewoon naar beneden. Zo. Nu zie je hem nog niet, maar hij komt zo meteen. We moeten even een kleurtje. Even zo. Zo, nog eentje. Ik wil er nog eentje hebben. En die doen we. Ja, waarom niet? Hier. Zo, in de verf. Gewoon naar beneden drukken. Zo, twee mooie dennenbomen. Zo. Pakken een paletmesje en die doen we in de wit en in de bruin en die mengen we samen en dan gaan we een boomstam proberen te maken. Iets meer wit. Zo. Zo, en je zal niet alles zien, maar de boomstammen die eronder uitkomen, dat is mooi. Die kwast, die waaikwast die we net hebben gebruikt, die doen we in de geel. En je weet nu, geel met zwart is groen. Ik moet hem iets dunner maken. Iets dunner. Zo. Met je tinder erbij. Zo, en dan gaan we hem een kleurtje geven. Deze nog. En het licht komt hier vandaan. Dus merendeels. Zo. Zoiets. Oké. En dan had ik die ovale kwast nog. Die vind ik ook zo leuk, joh. Kijk. Hier. Leuk, joh. Hier ook nog een paar. Wat goed. Oké, nou. Dan pak ik een schoenen kwast. En die doe ik in de wit. Zo, in de wit. En dan ga ik water trekken. Dit wordt mijn water. Beetje wit. Hier is licht. Kijk, hier is licht. Hup, gewoon witter. Hier ook. Zo. Moet je wel goed verdelen, hè? Zo. Zo, trek maar naar beneden.
Ik pak er even een andere kwast. Mijn excuses. Zo. Ik vind dit iets te fel. Wat doen we dan? Gaan we gewoon weer in die bruine kleur. En dan maak je minder fel. Hier, idem. Zo. Pak ik mijn, dit is een kattentong noemen ze dit. Dit is een ovale kleine kwast. En die doe ik in de Van Dijk bruin, zo heet die kleur, de bruine kleur. Aan allebei de kanten. En aan de andere kant doe ik hem met bruin en wit. Dus de witte kant boven en de donkere kant onder. En dan gaan we steentjes maken. Zie je dat? Beide kanten. Eén kant met de lichte kleur omhoog. Zo. Ja, misschien nog eentje hier in het water. Hier nog één. Je kan ze stoppen waar je wil. Oké. Nu pak ik dat mesje weer. Een beetje bruin en een beetje wit. En dan weet je wat ook mooi is? Ja, dat wil ik wel laten zien dan. Welke kwast kan ik dat doen? Trek die steen een beetje omlaag. Zie je dat? Een beetje omlaag trekken. Hier ook. Zo. Dan met dat mesje. Witte medium. En dan lijkt het net alsof ze in het water liggen. Zie je dat? Zo. En dan houden ze horizontaal, hè, die waterlijnen. Horizontaal. Hier langs de kant ook een beetje. Zo. En dan pak ik een waaikwast. Weet je wat ik ga doen? Ik ga dat huisje laten zien. Ik haal met een mesje en dan haal ik eerst overtollige weg en daarna kom ik met bruin en wit. Maak ik kapot. Zo. Een beetje wit erbij.
Zo dan. Wat ik nu nog kan doen, en dat ga ik ook doen, is dat dak wat je ziet, dat wil ik iets donkerder hebben. Dat wil ik iets donkerder hebben. Dat maak je zo. Het is naar smaak wat je zelf wil. Maar het moet er wel een beetje in passen natuurlijk, hè. Oké? En je kan met olieverf kan je op acryl schilderen, maar je kan niet met acryl op olieverf schilderen. Want dan op een gegeven moment, ja, dan gaat het eraf. Daar is het niet voor gemaakt. Je kan dit ook iets donkerder maken, zie je dat? Dat die een beetje past. Deurtje. Wat je zei, ik kan ook laten zien hoe je hele simpele paaltjes maakt. Even kijken. Simpel, hè? En als je dan door die witte medium heen gaat, een klein beetje van de spul op jouw mesje. Zoiets. Zo. Ik pak die halfronde kwast weer van daarnet. En dan. Ja, het is altijd wel mooi dit. Zie je dat, die borstjes voor die raam? Zo. Gaan we. In de geel, waar we net mee in het zwart zaten. Maar weet je wat nog mooier is? In de rood. En dan in de geel. Zie je dat? En daarachter donkerder, donkerder, donkerder. Zo. Ik denk dat hij klaar is zo. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en dat jullie hebben genoten. Ik heb in ieder geval wel genoten en je ziet hoe simpel het is, hè. Dus ik heb dit huisje heb ik met acrylverf heb ik gedaan. Heb ik daarna schilderstape heb ik erop geplakt. En toen heb ik heel die schilderij gemaakt zoals je zag. En daarna eraf halen en dan werken aan je perspectief. En meer dan dat is het niet. Ik hoop dat je de volgende keer ook bij bent. Bedankt. Hoi.